Handelsonderneming PHBV komt met een complete serie miniatuurhuisjes en schaatsers die de Elfstedentocht moet weerspiegelen. Het bedrijf aan de Kleermakersstraat in Sneek verkoopt meer dan 10.000 kerstartikelen. Deze Dickens-achtige miniatuuruitvoeringen van de Tocht der Tochten past daar prima bij. Arlien, de Elfstedentocht in Dickens-stijl achter ons hier. Ja, zeker weten. En die gaat on. Die gaat on. Hè? Dit jaar bij ons, bij PH. Maar dit jaar voor het eerst in de winkels. Ja. Wat is PH voor bedrijf? Wij zijn een groothandel of een importeur in kerstartikelen. We importeren en exporteren dat. En nu dus de Elfstedentocht als thema? Ja, zeker. Elfstedentocht. Nou, je ziet het hier achter je. Alle mooie huizen, porseleinen huizen, verlicht. Met als thema de Elfstedentocht. De Dickenshuisjes die hadden jullie al, maar jullie kwamen op het idee om daar meer mee te gaan doen. Ja, afgelopen zomer of vorig jaar zomer zijn Jeanette Wiersma, mijn collega en mezelf, aan het denken gegaan hoe we de huisjes, de porseleinjes, een nieuwe impuls konden geven. En toen hebben we bedacht, wat past nou bij Friesland, wat past bij ons bedrijf? Nou, dat is de Elfstedentocht natuurlijk. Dus hebben we het thema verzonnen, de huisjes te ontwikkelen rond de Elfstedentocht. Jullie hebben een prachtige tafel gemaakt hier in de showroom. Wat is er allemaal te zien? Nou, dat zijn de elf steden zijn er te zien natuurlijk. Hè. De huizen zijn gegroepeerd per de elf steden. En alle schaatsers, de wedstrijdschaders, de finish, een klumplaatsje, de oliebollen en wafelenkraam, het vrouwtje van Stavoren, alles is zichtbaar. Alle bekende gebouwen in de elf steden. Ja, klopt. Ja. Zoals Leeuwarden heeft de Waag bijvoorbeeld. En uit Sneek komt natuurlijk de waterpoort. En het vrouwtje van Stavoren, het hotel staat erin. Het sluishuis in Hinderlopen. Allemaal bekende dingen hebben we opgenomen in de Dickensville Elfstedenlijn. De Oldehoven? De Oldehoven komt volgend jaar. Maar we zijn druk in ontwikkeling, dus daar wordt steeds uitgebreid. De Oldehoven zit erbij, volgend jaar. Ja, deze huisjes zijn te koop. Je kan ze sparen. Hoe gaat het in zijn werk? Bij elk huisje en elk grote accessoire zit een spaarzegel bij. Het Elfstedenkruisje. Heb je elf Elfstedenkruisjes verzameld, dan kan je de kaart downloaden van onze website. Je kan ze opplakken, naar ons toesturen. En je mag zelf aangeven welk huisje je waar vandaan wil ophalen. Hoe duur is zo'n huisje? Nou, je moet denken ongeveer 39,95 is onze verkoopadviesprijs per huisje. En is het de bedoeling dat we thuis ook zo'n tafel maken, zo'n prachtige tafel? Nou, dat vinden we wel het mooist natuurlijk. Hè? Maar er zijn verzamelaars die dit gigantisch groot uitpakken en ook elk jaar weer een kerstdorp bouwen. Maar de meesten zullen natuurlijk een paar huisjes neerzetten. Daar hebben we ook een oplossing voor bedacht. In elke doos zit een achtergrondje van het artwork van de Elfsteden-serie dozen, waardoor het gelijk een leuk tafereeltje geeft, zeg maar. Ja. De schaatsers, die kunnen we ook kopen? De schaatsers kun je ook kopen, ja zeker. Ja, het zijn de kleine poppetjes. Hè? Het gaat heel ver. Baanvegers, schoonrijders, alles. Ja, uit Hinderlopen. Een echte Hinderloper stijl. Ook de schoonrijders zitten erbij. Zodat je echt een compleet leuk tafereeltje kunt krijgen.